Meneer de voorzitter, op 23 september is door de president aan het parlement aangeboden een nota van wijziging van de ontwerpbegroting 2020. De grondslag voor het indienen van een nota van wijziging van het dienstjaar 2020 ligt in het volgende. Wijziging van het beleid door de nieuw gevormde regering. Organisatorische wijzigingen zoals deze zijn vervat in het presidentieel besluit van 16 juli 2020, nummer 14-2020, houdende aanpassing instelling departementen van algemeen bestuur. Het in uitvoering brengen van de wet, door uw parlement goedgekeurd, namelijk de wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand, waarbij de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de COVID-19 noodreserve transparant worden gemaakt. Meneer de voorzitter, op maandag 9 november is uw college gestart met het openbaar behandelen van de nota van wijziging 2020. Uw college heeft daarbij kritische vragen gesteld. Alvorens ik inga op deze kritische vragen, wil ik eerst enkele noodzakelijke onderdelen aan uw college presenteren. Ik hoop hiermee, voorzitter, met deze presentatie flink aantal vragen beantwoord te hebben. En u ontslaat mij van de verplichting om bij de presentatie en de beantwoording van de vragen deze opnieuw op persoonsniveau te behandelen. De presentatie omvat het volgende, voorzitter. Een overzicht van de leningen, zoals door velen van u gevraagd. Een overzicht van de inkomsten en bestedingen vanaf 16 juli 2020. Dat is het moment waarop wij overgenomen hebben, voorzitter. Het ambtenarenbestand en de personele uitgaven en ook de sociale maatregelen. Voorzitter, voordat ik de leningen bespreek, wil ik het volgende aan u en uw college voorhouden. De overheid heeft een verplichting richting maatschappijen die brandstof importeren, om US dollars beschikbaar te stellen, voortvloeiende uit het feit dat de overheid de brandstofprijzen vaststelde op de koers van 7,52. Sedert eind 2019, voorzitter, konden geen dollars meer beschikbaar gesteld worden tegen deze koers van 7,52. Nog aan sol, nog aan rubis. Als olie-importerende, brandstof-importerende maatschappijen. Er is op 5 maart 2020, voorzitter, een letter of agreement getekend tussen Sol, de Centrale Bank van Suriname, en Financiën, waarin opgenomen werd dat Sol de US dollars uit hoofden van hun importen op de vrije markt tegen een hogere koers mocht kopen en het koersverschil mocht verrekenen met de verschuldigde belastingen aan de overheid. In september 2020 is de balans opgemaakt, waarbij wij hebben kunnen vaststellen, voorzitter, dat 291 miljoen SRD moest worden verrekend met de zogenaamde government take en dat er nog een openstaande schuld van circa 20 miljoen US dollar bestond. Deze faciliteit echter is niet aan Rubis aangeboden. En u begrijpt dat Rubis zich beroepen heeft op het gelijkheidsbeginsel en aan Financiën of bij Financiën op aangedrongen heeft om ook haar dollars te kunnen verkrijgen tegen de koers van 7,52. Dan wel deze dollars te gaan zoeken op de vrije markt en ook het koersverschil te verrekenen met de af te dragen government take. U begrijpt dat als wij dat zouden toestaan,
dat er een enorme druk op de vrije markt zou ontstaan en dat de koers mogelijkerwijs omhoog zou schieten. Wij hebben overleg gepleegd met Rubis en we zijn tot een vergelijk gekomen, voorzitter. Wij hebben afgesproken dat de schuld aan Rubis op basis van de koers van 7,52 en belopende een bedrag van ongeveer 33 miljoen US dollars betaald wordt na 5 jaar. Waarbij er sprake is van 0% rente, voorzitter. Het komt erop neer dat Rubis genoegen heeft genomen met het feit dat wij gevraagd hebben, erop aangedrongen hebben, onderhandeld hebben, dat wij niet in staat zijn dit bedrag nu op te brengen en dat zij 5 jaar moeten wachten op 33 miljoen US dollar. Maar dat wij nu wel die SRD's willen hebben. En daar hebben zij mee ingestemd, voorzitter. Wij hebben ondertussen de SRD's, een deel van de SRD's ontvangen. Van het bedrag van ongeveer 250 miljoen hebben wij 170 miljoen ontvangen. Daar kom ik straks op terug. En waarschijnlijk in december, januari ontvangen wij de rest. Maar u moet vasthouden dat wij deze verplichting hebben kunnen verschuiven met 5 jaar. En dat er sprake is van 0% rente, voorzitter. Maar de olieprijs wordt nog steeds vastgesteld tegen de koers van de centrale bank. En dat is 14,29. Maar dollars kunnen wij niet beschikbaar stellen tegen 14,29. Dus wij hebben voor nu tijdelijk faciliteiten moeten geven aan Sol en Rubis om te mogen kopen, beheerst te kopen, waarbij zij tot een bepaald maximumbedrag mogen verrekenen met de government take. Dus u moet vaststellen, voorzitter, dames en heren van Hoge College van Staat, dat wij om geen brandstofschaarste te creëren water in onze wijn hebben moeten doen door een stukje van de government take toch terug te geven. Dus als men het heeft over dat de overheid die government take moet teruggeven, dan wordt dat op deze manier gedaan en gaat daarmee de brandstofprijs niet omhoog. Wij moeten ons nog beraden hoe lang wij dit kunnen vasthouden, voorzitter. Ik wil naar de volgende slide. Er zijn vragen gesteld over de Oppenheimer-leningen, voorzitter. Laat mij beginnen met Oppenheimer 1, waarbij het bedrag van 550 miljoen is geleend in oktober 2016. Ik hou u een staartje voor waaruit blijkt hoe dit bedrag is besteed. Er is betaald 9,5 miljoen aan fees en rente, onmiddellijk betaald. Netto is ontvangen 540,5 miljoen. Uit dit bedrag is op 28 oktober 2016 verkocht aan de centrale bank 20 miljoen US dollar. Dit is omgezet in SRD. Er is daarnaast een andere lening afgelost. Op 31 oktober een lening getekend op 16 april 2016 van 86 miljoen. En daarbij is 2.047.517,77 aan rente betaald. Voorzitter, het bedrag dat verkocht is aan de centrale bank is gebruikt voor budgettaire financiering. Is monetaire financiering, voorzitter.
Vervolgens is aan staatsoliemaatschappij uitgeleend een bedrag van 296.469.316. Plus een bedrag van 7.311.552. U moet dit vasthouden, voorzitter, want ik kom daarop terug. Er is vervolgens op 11 november 2016 wederom 15 miljoen verkocht aan de Centrale Bank. Dit is weder gebruikt voor budgettaire financiering, monetaire financiering, voorzitter. Er is vervolgens 100 miljoen overgeboekt naar een andere rekening van het ministerie van Financiën. Voorzitter, ik heb u gevraagd vast te houden het bedrag dat geleend is aan staatsolie, omdat daar kennelijk mensen in hoge functie niet eens van op de hoogte zijn van wat daarna gebeurd is. Ik kom daarop terug. De volgende slide. Voorzitter, u ziet hier het staatje waarop aangegeven is hoe de 100 miljoen is gebruikt. En ik kom tot de conclusie dat het grootste deel is gebruikt voor budgettaire financiering. En ik wil niet opnieuw herhalen, maar ik doe het toch, dat het gaat om monetaire financiering. Volgende slide. Voorzitter, hier wilde ik op terugkomen. En ik wil u vragen dit staatje goed tot u te nemen. Op 25 mei 2018 heeft staatsolie terugbetaald aan de staat Suriname middels storting op de rekening bij de Centrale Bank. De lening die eerder in het eerdere staatje is gepresenteerd. Een bedrag van 337.534.000. Staatsolie heeft terugbetaald, voorzitter, 337.534.000 US dollar. U zou denken dat hiermee de schulden of een deel van de schulden afgelost zou worden. Niets is minder waar, voorzitter. Dit bedrag is steeds in delen overgeboekt naar de werkrekening en is gebruikt voor budgettaire financiering. Voorzitter, de presentatie zal u ter beschikking worden gesteld, zodat u meer in detail kunt beoordelen de mutaties, want die zijn met dag en datum aangegeven, en hoe die besteed zijn. Volgende slide. U ziet even terug. U ziet dat in dit staatje vier tabellen genoemd worden, voorzitter. Tabel 1, waarbij een bedrag van 94.518.000 is genoemd. Tabel 2, een bedrag van 33.482.000. Tabel 3, een bedrag van 190.000.000. En tabel 4, een bedrag van 23.951.327.000. In de navolgende tabellen 1, 2, 3 en 4, worden de bestedingen weergegeven.
Er is gevraagd om transparantie. Voorzitter, hier is de transparantie. Volgende slide. In tabel 1 kunt u zien op welke wijze deze bedragen zijn besteed. Er is 100 miljoen SRD afgelost bij SPSB, 75 miljoen en VCB 25 miljoen. Voor de rest, voorzitter, wanneer er staat opheffing debetstanden, dan betekent het dat er eerst getrokken is bij de centrale bank om vervolgens die debetstanden aan te vullen met betalingen uit deze tranches. En wanneer er getrokken is bij de centrale bank, dan is dat, voorzitter, monetaire financiering. Ik zal niet verder in detail gaan omwille van de tijd bij tabel 2, 3 en 4, omdat deze tabellen hetzelfde beeld laten zien, voorzitter. En hier en daar zijn wat kleine leningen betaald, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar in zijn algemeenheid gaat het om het verrekenen van debetstanden bij de centrale bank. En dat betekent dat er dus eerst getrokken is bij de centrale bank om vervolgens die standen te vereffenen. Volgende slide. De volgende. Voorzitter, Oppenheimer 2, 125 miljoen. Er is op 20 december 2019, voorzitter, een obligatielening gesloten via Oppenheimer van 125 miljoen. Er is ontvangen, voorzitter, 91.290.396.05 dollarcenten om exact te zijn. De totale kortingen, vergoedingen en onkosten belopen een bedrag van 33.709.603,95. Voorzitter, het netto ontvangen bedrag van 91.290.396. Daarvan is 90.669.909 betaald aan Alcoa en 620.486 op 6 januari 2020 gestort op de algemene rekening van de staat Suriname bij de centrale bank. De overnameschuld aan Alcoa, voorzitter, is 111 miljoen US dollars. Er is dus betaald vanuit de Oppenheimer lening 91.290.000 en er is een in-kind payment geweest van 20.330.000, voorzitter. Ik laat u zien voor uw informatie de afrekening ontvangen van Oppenheimer. Niet door ons opgesteld, voorzitter. Volgende slide, alstublieft. En de bedragen die ik genoemd heb, die komen uit de afrekening. Dit is een extern stuk, voorzitter, die door Oppenheimer is geproduceerd. Volgende slide. U weet, voorzitter, dames en heren van Hoge College van Staat, dat er garanties zijn gegeven aan de bondholders. De debt service is gegarandeerd middels de Bronco Gold Mine project onder beheer van Roosevelt Gold Mines, IM Gold Corporation, de royalties, de Saramacca Gold Mine, royalties,
en dividenden van staatsolie. Ik hoop hiermee, voorzitter, transparantie betracht te hebben als het gaat om de twee Oppenheimer-leningen waar wij mee in onze maag zitten en waarbij wij het probleem zouden moeten oplossen. Volgende slide. Voorzitter, er is ook gevraagd welke leningen zijn er na 16 juli gesloten. Ook daar geven we volledige transparantie over. Er is op 27 augustus, voorzitter, 2020... Nee, sorry, ik ga terug. Er is op 13 augustus, en dat is het staatje wat u net zag. Nee, verder. Verder. Ja. Op 13 augustus is een leningsovereenkomst getekend met de IDB voor 20 miljoen. Met het doel ondersteunen lage inkomensgroepen die getroffen zijn door de coronavirus. Ik moet u meedelen dat uit deze lening meteen een bedrag van 6,1 miljoen betaald is geworden aan renteaflossingen. Anders waren we in default bij IDB. En de rest staat nog op de projectenlening, projectenrekening. Met betrekking tot de binnenlandse leningen, voorzitter, volgende slide. Is er op 27 augustus een lening van 120 miljoen gesloten met DSB. Op 29 juli een lening van 120 miljoen gesloten met de Hagerinbank. Op 22 september een lening van 25 miljoen gesloten met de Republic Bank. Op 30 juli een lening van 50 miljoen gesloten met de Finabank. Op 18 augustus een verzoek tot belegging gesloten bij Trustbank Amana van 2 miljoen US. En op 24 augustus 8,1 miljoen op verzoek van Amana 8,1 miljoen. Dat zijn de leningen die gesloten zijn, voorzitter. Maar ik wil u het volgende voorhouden. Volgende slide. Ik weet niet of u het goed kunt lezen, voorzitter. Maar ik heb een overzicht gemaakt. En ik ben niet teruggegaan. Ik ben teruggegaan naar 1 januari 2020. Ik heb u eerder in eerdere vergaderingen het beeld gepresenteerd van de gap en hoe die gefinancierd is geworden. Waarbij ik u heb laten zien dat 2019 5,6 miljard gefinancierd is geworden middels leningen, monetair. Maar teruggaan naar 1 januari 2020... dan ziet u dat er totaal 3,1 miljard aan leningen is gesloten. In mijn periode, voorzitter, 771 miljoen, waarvan 250 miljoen uit de middelen die u beschikbaar heeft gesteld en die nog niet op de rekening staan, maar ik heb ze al geregistreerd. Dus aan geld is binnengekomen in mijn periode. En dat heb ik u voorgehouden in detail, een bedrag van iets meer dan 500 miljoen. Maar in de afgelopen 6 maanden voor 16 juli, voorzitter, is gefinancierd 2,6 miljard in de periode januari tot 16 juli. Middels leningen, voorzitter. Ik wens u ook voor te houden, voorzitter, voor zover het u niet bekend is, dat er een overeenkomst gesloten is met Grasalco voor toekomstige royalties die zonder enige onderbouwing
contant zijn gemaakt op $300 miljoen. Een simpele overeenkomst van twee kantjes, zonder enige berekening. De projecties van de royalties totaal niet onderbouwd. $300 miljoen. En dat is getrokken bij de centrale bank. 2,1 miljard SRD in 2019. U bent ook bekend met het feit, voorzitter, dat er een overeenkomst is met de centrale bank, waarbij de schulden geconsolideerd zijn tot een bedrag van iets meer dan 8,5 miljard. Tegen een rente van 9%, voorzitter. Waarbij de aflossing begint te lopen in april 2021. En dat betekent dat de staat Suriname elke maand circa $85 miljoen SRD moet ophoesten om deze lening af te lossen. Gedurende de periode van 348 maanden. Ik wacht even, voorzitter, zodat u deze informatie tot u kunt nemen. Voorzitter, we hebben ook afgelast. In mijn periode zijn er ook leningen afgelast. En ik wil u die voorhouden. De volgende slide, alsjeblieft. Wij hebben betaald aan de Exim Bank India, een bedrag van $424.000, om achterstanden in te lopen, om niet in default te raken, voorzitter. We hebben betaald aan de IDB $3,3 miljoen. En hierin zijn de laatste betalingen nog niet opgenomen die ik de afgelopen week getekend heb, voorzitter. We hebben betaald aan OPEC $1,2 miljoen. We hebben betaald aan ITFC $4,6 miljoen. Aan ISDB $1,9 miljoen. Aan IDRB $88.000. Bankenmonte MPS $174.000. Credit Suisse $598.000. Israël Discount Bank $665.000. In totaal circa $13 miljoen. Voorzitter. De volgende slide. Er is ook gevraagd, voorzitter, transparantie. En ik verschaf die transparantie voor Gaarne, voorzitter, omdat ik niet door het leven wil gaan als dubieus te zijn. Dat kan ik niet van iedereen zeggen. Voorzitter, u ziet een staatje van de inkomsten en uitgaven in de afgelopen periode vanaf 16 april tot en met 10 november 2020. Dat is de periode waar over ik mij ontfermd heb over overheidsfinanciën. En in dit staatje ziet u ook de leningen die getrokken zijn in het begin, vooral in de maand juli en augustus, om de gap te bridgen. Maar u ziet vervolgens hoe overheidsfinanciën zich ontwikkelen, waarbij wij niet een beroep hoeven te doen, voorzitter, dames en heren, op de vreemdvermogenmarkt. Maar wat u ook ziet, voorzitter, aan de uitgavenzijde,
En dat heeft met integriteit te maken, voorzitter. Dat wanneer je inhoudingen pleegt op salarissen van ambtenaren, omdat zij een machtiging daartoe gegeven hebben en die bedragen zou moeten overmaken naar de banken om de schulden van die ambtenaren bij de banken af te lossen en hun hypotheken af te lossen, dat u dat niet doet en die ambtenaren in problemen brengt. En die ambtenaren, terwijl u de bedragen ingehouden heeft op hun salaris, als wanbetalers laat, onterecht, zeer onterecht, als wanbetalers laat aanmerken bij de banken, dan heb ik daar geen woorden voor over, voorzitter. Dat heeft met een inborst te maken. Voorzitter, dat hebben wij ingelopen. Wij hebben de inhoudingen overgemaakt naar de banken. En daarom ziet u ook de forse bedragen die als inhoudingen zijn betaald aan de banken. Omdat het niet zo mag zijn dat anderen de dupe worden van uw wanbeleid. Dus minister, de vele telefoontjes die we krijgen van verontrustende burgers, dus die hoeven dan niet meer. Voorzitter, ik doe hard mijn best om rust te creëren. Dank u wel. U ziet ook in het staatje, voorzitter, de bedragen die betaald zijn aan subsidies. En die zijn niet weinig. En we proberen overheidsbedrijven, we doen hard ons best om de gezondheidssector in stand te houden. Het is een immense uitdaging, voorzitter. Maar we zijn des te meer gemotiveerd om op te lossen wat wij geërfd hebben. En we gaan er komen, voorzitter, daar ben ik van overtuigd. Er is ook gevraagd, voorzitter, volgende slide alsjeblieft. Hoe hebben de maatregelen die ingezet zijn, die tot nu toe de minimale maatregelen, want de meeste moeten nog goed ingezet worden. En zoals de president dat heeft gezegd in zijn openingsremark, dat wij draagvlak zoeken daarvoor en vervolgens gaan inzetten. Maar prudent beleid, goed beleid, voorzitter, heeft geleid tot verhoging van staatsinkomsten. En in dit staatje kunt u zien hoe dat zich ontwikkeld heeft. In het tweede kwartaal was staatsinkomsten, directe belastingen, indirecte belastingen en niet belastingmiddelen, 566 miljoen. Het derde kwartaal, voorzitter, is dat 944 miljoen. En in oktober zitten we al op 601 miljoen, voorzitter. Dus het vierde kwartaal gaat u het effect beter zien. Dus wanneer men praat over het inzetten van deskundigen en de betaling daarvan, dan zeg ik, don't be penny wise and pound foolish. Ik hoop dat men begrijpt wat ik bedoel. Er zijn vragen gesteld over het ambtenarenbestand, voorzitter. Ik heb de cijfers van CBUMA. De bron is CBUMA, dat hadden we moeten vermelden. En u ziet hoe dat zich ontwikkeld heeft. Voorzitter, ik ben teruggegaan en mijn collega van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven hoeveel ambtenaren in de periode 2015-2020, nog erger. Ik had het nog willen verzachten door terug te gaan naar 2010, maar goed, u corrigeert me, collega Bisa. 2015-2020 sprak hij over meer dan 17.000 ambtenaren, dus over een periode van 5 jaar.
Ik laat u zien, voorzitter, hoe het is geweest in de afgelopen 8 maanden. 5.764 ambtenaren op de loonlijst bijgekomen, voorzitter. En dan heb ik het over ambtenaren die op de loonlijst bijgekomen zijn. Niet de ambtenaren die nog niet geregistreerd zijn met een beschikking rondlopen. Dus wanneer u de cijfers van de verschillende presentaties van de ministers bekijkt, dan zullen ze niet altijd overeenkomen hiermee, omdat zij ook meegenomen hebben mensen met beschikkingen, maar die nog niet op de loonlijst staan. Deze mensen staan op de loonlijst, voorzitter, en in 6, 8 maanden tijd zijn er bijna 5.800 ambtenaren bijgekomen. En u kunt het zien per ministerie. Voorzitter, en het enige wat mij opvalt is dat bij de Nationale Assemblée niemand is bijgekomen. Volgens dit staatje. Maar de meest opvallende ministeries, voorzitter, dat zijn Binnenlandse Zaken met bijna 1800 ambtenaren. Regionale Ontwikkeling, 1141. Daar hebben we ook nog Openbare Werken, 844 volgens CBUMA. En bij onderwijs zijn er ook een aantal binnengekomen. Ik heb even de uitschieters genoemd, voorzitter. Volgende slide. Deze cijfers heb ik u daarnet genoemd, voorzitter. Het is zo dat het ministerie van Onderwijs het grootste aantal ambtenaren herbergt, maar dat is niet vreemd. Wat zijn de personele uitgaven, voorzitter? Want ook die vragen zijn gesteld. Volgende slide. Voorzitter, in 2019 zijn de totale personele lasten circa 3,3 miljard. Tot en met oktober, voorzitter, zijn ze ongeveer, of zeggen we iets meer dan dat bedrag. Als we extrapoleren, komen we rond de 4 miljard uit, voorzitter. Dat betekent een toename van meer dan 700 miljoen. Maar voorzitter, u moet meenemen in deze beschouwing dat de toename hoger is, omdat de TWK vanaf juli is weggevallen. Dus die toename ligt rond een bedrag van 1 miljard. En ik ga niet alle huiswerk voor u doen, maar u kunt zelf 1 miljard delen door 5.760 ambtenaren. Dan komt u tot een vreemd getal, voorzitter, wat een nieuwe ambtenaar kost. Laat me toch het huiswerk voor u doen. Is meer, iets meer dan 173.000 per jaar. En als je deelt per maand, dan kom je tot een behoorlijk bedrag. En dat is een vreemd verschijnsel. Omdat ik niet wil aannemen dat er alleen maar directeuren en ministers zijn aangetrokken. Dus er zijn vreemde dingen gebeurd, voorzitter. En dit zijn zaken die op feitelijkheden berusten, cijfermatig bediscussieerd zijn. Voorzitter, even terug naar de begroting.
in de ingediende begroting door de vorige regering is de loonsom, is aan loonsom opgenomen 2,773.350.000 om exact te zijn. De loonsom op basis van wat de regering Santokki Brunswijk heeft ingediend in de nota van wijziging is 3,9 miljard, bijna 4 miljard, voorzitter. Tot welke conclusie zouden we kunnen komen? Is het bedrag van 2,7 miljard, zeg maar 2,8 miljard, bewust laag gehouden om het begrotingstekort acceptabel te houden? Ik weet het niet. Maar u mag die vraag zelf beantwoorden. Dan, voorzitter, de volgende slide. Daar heb ik het net over gehad. De volgende wil ik even stilstaan bij de sociale maatregelen. Voorzitter, we hebben, en ik herhaal misschien, aangegeven dat we de AOV verhoogd hebben. Van 525 naar 750. De president heeft dat ook al aangegeven. En dit gaat in november. AKB is verhoogd naar 75. De financiële bijstand voor mensen met een beperking, voorzitter, is van 375 verhoogd naar 500. Maar de financiële bijstand voor de zwakke huishoudens, voorzitter, is substantieel verhoogd van 40, van 33 naar 500, voorzitter. Dat is een substantiële verhoging van 33 naar 500. We gaan de fiscale heffingskorting handhaven tot het moment waarop de BTW zal worden ingevoerd. En zoals ik eerder aangaf, voorzitter, gaan wij geld vrijmaken indien nodig voor additionele ondersteuning. Het liefst niet, maar als het moet ook in voedselpakketten. Dan is er veel gezegd, voorzitter, over de tegemoetkoming die door onze president is aangekondigd in november en december. Ik wil u daar ook wat informatie over voorhouden. Volgende slide, alstublieft. Volgende slide. U ziet hier een overzicht, voorzitter en dames en heren van het Hoge College van Staat, hoe het bedrag dat ik beschikbaar heb gesteld verdeeld zal worden en hoe we zijn gekomen tot het bedrag van 300 SRD. Het ambtenarenbestand 51.693 en misschien een paar mensen meer of minder. De AOV'ers, mensen met een financiële bijstand, dus de zwakke huishoudens en mensen met een beperking, ongeveer 17.652. Mensen in de zorgsector, voorzitter, iets meer dan 5.000. De sociale instellingen, de bus- en boothouders en de overige groepen die we niet via een of ander ministerie hebben kunnen registreren, maar die krijgen de gelegenheid om zich via een website te registreren en aanmerking te komen voor deze uitkering. Maar daarnaast, voorzitter, hebben we ook de particuliere sector bedacht middels een fiscale incentive. We hebben dus direct 50 miljoen beschikbaar gesteld en via de fiscale incentive stellen we nog eens een keer ongeveer 28 miljoen ter beschikking. Dat bedrag zal ik moeten derven aan belastingen omdat die 300 door de bedrijven belastingvrij mag worden uitgekeerd.
Voorzitter, dan tot slot voor mijn presentatie. En dan ga ik verder over tot de beantwoording van de vragen. Wil ik u voorhouden dat de sociale maatregelen in zijn totaliteit ongeveer iets meer dan 1,3 miljard kosten. Dat is niet weinig geld, voorzitter, wat teruggegeven wordt aan de samenleving.